ik ben gezellig met Poesja en Maxi. We zijn zo lekker aan het eten. We zijn lekker aan het eten. Komt ie. You just give me a... Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandagochtend. En vanochtend was ik in Nieuwkoop en ik ben nu weer in Amsterdam. Als je kan zien. Ik ga even werken bij Café Celia met Maggie. Super gezellig. Het is zo lekker weer. Ik dacht, ik ga gewoon lekker wandelen. Ik ga echt niet deze zonuren verspillen, weet je wel. Echt een half uur lopen of zo, maar heerlijk. En dan ga ik lekker werken en daarna ga ik sporten. Dus ik heb mijn sportvol outfit mee en half aan. En ja, helemaal lekker de week beginnen. Heerlijk. Nou, ik heb even lekker de hele dag gewerkt, net gesport en nu klaargemaakt. Want ik ga naar Thomas en Max. Lekker sushi maken, veel zo leuk. Nou, ik ben gezellig met Poesja en Maxi. We hebben lekker een stokbrood. We hebben lekker een stokbroodje, dipjes. En we hadden net dus weer gewiet. En ik heb dus, denk ik, letterlijk in geen 10 jaar gewiet. En ik vond het zo leuk. Ik ben het aan het snijden, hè? Oh. Sorry, ja, sorry. Jongen. Ik heb een zin in een stukje. Ik ga ook echt vaker komen. Ja, je moet eigenlijk echt. Ja. Ja. Wie ik woon hier gewoon in de avond. Ik woon hier gewoon tegenover. Ik woon hier in de avond. Oké. Okay. Ik woon hier gewoon tegenover. Wat heb je? Nu kan beter aan. En we hebben een sushi met Ben opgenomen. Oh, was zo leuk. Kijk nog wel hebben. Ja. Hoe leuk. Met sushi kaarten. Gewoon merch. Ja. En een bieropener. Niet normaal, wel eens hier. Nou, wat leuk. Wat leuk, Maren. Voor alle keren dat we bier drinken. Ja. Mm. Ja, ja drink jij bier? Nee, ja? Nee, ik heb maar alleen uit de tap. Ja, jij wel. Niet uit de fles. Nee? Uit de fles vind ik niet lekker. Wat is het verschil? Nou, het is uit de fles. Ik vind bier oprecht lekker, maar ik word gewoon panisch van het idee hoeveel calorieën er is. Ja? Nou, valt wat mee, wijn zit meer. Nee. In de biertje zit echt maar 40 calorieën. Nee joh! Oh. Wie heeft dat tegen jou? In een biertje zit bijna 300 calorieën. In één. Oh ja. Maar wil je dat ik nooit bier drink? Niet. Dat wel. Geloof ik. Ja. Nee, ik geloof het niet. Kijk. In één glas wijn zit 100. Nee, 200 al. God. 100 per 100 milliliter zeker 100. Ja. Wat erg. Ja, niet dat er in dit brood minder zit. Nee. Dus in ieder geval echt heel lekker. Nee, niet in de boterham, ik wil bier weten. Er zitten 145 calorieën in één blikje bier. Oh. En het doet dus één glas wijn. Maar alcohol is sowieso gewoon veel, hè? Ja. Stout is gewoon best dan. Ja. Stout voor life. Mm. Glas rode wijn van 150 ml, 123 calorieën. Oh. En. Beetje hetzelfde. Een droge wijn 100 calorieën. Oh. Nou, is dus gezond. 100. Nou, gezond. 1 glas witte wijn is wel het gezondst van die 3. Ja. Dus gewoon altijd droog witte wijn. Zoet witte wijn is nog. Ja. Ja, maar dat drink ik niet. Nee. Blech. Maar vodka, of vodka spa rood is ook echt top. Ja. Maar hoeveel zit er in een vodka? In een glas. Als je het in 40 een glas doet, ja, 40 calorieën. Dat is top. Snesjes. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag, gisteravond was echt super gezellig met Thomas en Max. Het is nu bijna 9 uur, ik heb klaargemaakt en zo en ik heb een heel leuk pakketje. Jullie weten het onderhand wel, Look Fantastic is echt een van mijn favoriete webshops. We hebben namelijk alles, we hebben beauty, skincare, haircare, hair tools, parfum, Sol de Janeiro, gewoon Laneige, ze hebben alles. Ze hebben altijd kortingen lopen, dus je kan daar eigenlijk altijd met... de grootste korting in shoppen. Ze hebben nu 40% over hun hele website korting. En met mijn kortingscode SARAVLF krijg je hier nog eens extra korting bovenop. En het past allemaal automatisch toe. Dus ja, weet je, ga gewoon in gang. Ik heb hier dus een doos. En ik ga even laten zien wat ik allemaal heb. Het is alweer een tijdje geleden dat ik het heb besteld. Dus ik weet het zelf ook niet meer. Maar ik weet wel dat ik er heel erg naar uitkijk. Oh, ik zie echt geweldige dingen alweer. Eerst dit Sol de Janeiro setje. Ik vind het gewoon zo chill voor het reizen. Want je hebt meteen
Gewoon zo'n klein etuietje. En er zit een shower gel in, een body cream en een parfumetje. En je kan er zelfs natuurlijk nog meer bij stoppen. En dit is echt mijn favoriete zomergeur. Dus heerlijk. En ik heb dan ook voor thuis de grote shower cream in het groot. Dat ik lekker in mijn douche kan zetten. Ah, helemaal. Dan heb ik mijn favoriete make-up remover. Deze van Garnier. Deze gebruik ik altijd. En ik wil er even één hier zetten in mijn stand. Dus ik heb er even lekker twee besteld. Dan mijn favoriete body cream van Biotherm. Het is een hele fijne body milk. En ik smeer altijd mijn benen in. Naar de douche. En dat doe ik altijd met dit. Dus deze heb ik ook weer gehaald. Dan heb ik de nummer 3 Olaplex. En dit is zeg maar een masker dat je in je haar moet doen voordat je gaat wassen. Ik had vorige week een kapper gesproken en die had het erover. Dus die had ook op zelf. Dan heb ik deze. Ja, dit is echt cute. Deze mini table teaser. Dit is toch zo cute. Ik dacht, dit is gewoon top voor in je handtas. Gewoon zo'n lekker kleintje. Ach. Helemaal dood. Ja, dit ga ik gewoon meenemen naar mijn festivals. In mijn handtas. Gewoon standaard. Kijk, ik kan hier gewoon zo in. Top. I love it. Dan heb ik de La Roche-Posay Translucent Loose Setting Powder. Ik heb deze dus ook, maar ik heb hem in een iets te donkere kleur. Waardoor het heel geel wordt. En ik heb nu de normale Translucent. Ja, ik vind het echt ontzettend fijne poeder. Het is ook een hele bekende poeder. Dan heb ik de Laneige Lip Sleeping Masker. Ja, deze heb ik gewoon overal liggen. Smeer ik de hele dag erop. En deze vind ik leuk met die swirl. Ruikt ook lekker. Dit is vanille gemixt met pink lemonade. Echt heel fijn, maakt je lip echt heel zacht. Dan van de Ordinary Niacinamide. Deze heb ik ook voor een vriendinnetje van mij besteld. Die was bij mij op. En bij haar ook. Dus ik dacht, ik bestel ook meteen voor haar. Maar Niacinamide is altijd top. I love Niacinamide. En dan deze mascara. Ik gebruik niet eigenlijk bijna nooit meer mascara. Want ik gebruik in die lesjes. Maar soms als ik wel eens mascara gebruik, dan gebruik ik deze. En die ik nu heb zijn allemaal opgedroogd en werken niet meer. Dus deze heb ik weer even gehaald. En dan is laatst mijn favoriete concealer. En hij ziet er heel licht uit. Kleur zit dan. Ik wilde juist een donkere concealer. Maar die is niet donker. Ik heb weer een veel te lichte kleur besteld. Dat was mijn spreekbeurt. Vergeet zeker niet mijn kortingscode SARAVLF op te schrijven. Het is namelijk een doorlopende kortingscode. Je kan hem altijd gebruiken. Dus stuur hem door naar je vrienden, naar je oma, naar je moeder. Slaap op je notities. En dan kan je hem altijd gebruiken. Ik heb net lekker gesport en gedoucht en mijn haar gewassen en klaargemaakt. En ik ga zo meteen uit eten met Isabelle en Bo. En we gaan naar Hongdae. Een soort Korean, nou een soort, gewoon een Korean restaurant. Echt niet meer veel zin in. Dus ja, ik ga even mijn jas aandoen en mijn spullen bakken en dan ga ik er naartoe. Nou, wij zijn zo lekker aan het eten. Ik ga voor jullie proeven. Welke is lekkerder? Dit is die met cornflakes. Ja. Cornflakes. Dat is lekker, hè? Mm. Als je ja. Dit hebt net uitgegaan. Nou, ja. Weet je wat ik even moet doen? En volgens mij. Je kan ook voor je hand nemen. Ja, die mosterd en die ketchup, hè? Nee, die mosterd en die ketchup maken het echt lekker. Lekker, hè? Er is helemaal. Ik kwam hapje van die ja. Zo lekker wat die was. Holy shit. Ja. Niet normaal. Nou, heel normaal. We hadden toen een keer één thuis, dat was ook best lekker. Deze vind ik lekkerder toen wij die hadden bij die mukbang. Ja. Van de mukbang vond ik niet zo. Nee? Dat was dat. Dat was fucking lekker hoor. Heel minder lekker. Ja, wel minder, maar wel ook heel lekker. Lekker kip. Het is een beetje... Van crunchy zacht. Ja. Wel knapper, maar ook ervan. Lekker, die kip is lekker in deze saus. Dat is lekker. Oh, heel pittig. Ja, die is... ja. Wat is pittig? Nee, ja. Ah. Ja? Lekker. Die saus niet hoor. Die saus los. Die is pittig. Ja, toch? Nou, jongens.
shotje. En een shotje. In december weer. Ja. Een shotje is vloggen. Aan het gaan. Dat weten jullie. Wij gaan nu 2,5 Ik heb weer lekker een tequila. En een smaak. Nou, ik vind het wel gezellig weer, hoor. Dat is wel lekker. Ik ga weer laatste week december, 1 januari. Oké, we gaan er weer. Maar jij komt met ons mee, hè? Ja. Jij komt maar. Ook met erbij. Oud en nieuw, toch? Ja, ja, we gaan tussen kerst en oud en nieuw die kant op. Ik ben zo wit. Ik ook. Ja. 100%. Ik heb onder de zonnebank gaan. Ja, ik ook. Ik heb wel een beetje morgen. Ik ook. Ja, ik heb wel een gezeten. Ik ga lekker naar mijn studio. Is voor jou, jongens? Oh, nou, ik begin hier wel mee. Nou, cheers. Cheers. Smaakt wel lekker. Ja, maar toen was het warm. Zo lekker. Dat is ja, dit is even lekker die zoutige smaak. Even... Hetzelfde bij gaskamer trouwens, dan steekt ze hem in de hens. Dan moet je die damp, die moet je... Ja, ik, maar, kun je wel... ik heb een drie van koud. Oh nee. Ik had hem binnengehouden. Hij dacht een vuur van. Nee. Mijn drie jaar is vies, hè. Is wel. Dat vind ik echt niet. Doe ik. Zeg maar even als in mijn buurlijf. Als het warm is, is het niet heel lekker. Jij meiden zijn mij zo, zo zat. Ja. Waarom? Ja, omdat jij alles zo theatraal of zo overdreven. Zo laten weten. Nee, hou gewoon je mondje. Ja. Een hele goede geile avond. We zijn hier met zus 1. Maar dat snap ik. Max. Zus. En Mitch en Danny. En wij zitten lekker op een dinsdagavond lekker drankje, want ja, het is mijn weekend. Let's get started. En ik ben weer helemaal wakker, ik dacht bijna te slapen. Maar. Heel leuk weekend, Mugutu. Mugutu. Nee, bij Hongdae. Ja. Super lekker, allemaal corn nuts. Dus daar veel te veel. Je moet daar tegen kijken. Fucking lekker. Ja, dat gaat niet overnight zo. Dat snap ik ook wel, maar... Cheers to the Mugitus. Samenwerken. Doei! Wat is het? Die kunnen we alleen de dinsdag vrij. Nee, ook was andere dag. En, hallo jongens deze en week dames. Hallo lieve Leute! Ja. Hallo! Hallo lieve Leute! Hallo lieve Leute! Nee, je moet naar de camera zwaaien. Hallo! Hallo, hi! Nee, ja, hallo, hallo, hallo! Ja, doe wat je leuk vindt. Living my dream life. Ik laat de rieken natuurlijk echt wel een nee, maar ik bedoel, hallo. Mensen van gisteren zeggen nooit. Ja. Hallo. Dat is anders harder. Ja, mentaal. Fysiek harder. Ja, dat is niet mooi. Hoe gezellig is dit? Doe maar, je doet het niet. Ja, klopt, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja, want boos zijn, doe maar Samari. Jawel, dat heb je gezegd. Dankjewel. Neem er even dan. Deze lust je wel. Wat je doet, de elke die je zet. Dat vind ik knap. Ik Saar, niet, hij heeft 12 Samari gegeven. Ja, jij zegt Samari, maar je bedoelt Sambuca, maar je hebt Samari weer gegeven. Een shotje niet gefilmd, een shotje niet geleefd. Dat is niet waar. Wat is dit voor zwijnig iets? Oh, Max, okay, Max, okay, nee, nee, twee, weet je wel, dubbel lekker. Hey, cheers! Mokiti, Mokiti, Mokutu! Buongiorno. Buongiorno. Cheers. Hallo! Ja, godverdomme. Oh, kippenvel. Het is zo alsof lekker. Je een engeltje over je tong kiest. Zo lekker is het. Nee. Mokiti Mokutu. Gaat bijna om je nek. Deze niet helemaal op. Ja, ik hou het niet meer. Nou, daar gaan we. Het is wel lekker, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Het is echt pauper lekker. Dan. Ja, het is echt pauper lekker. Ah, voor twee. Lucie op. Hij is wel leeg, hij is wel leeg. Hij is wel leeg. Oh, die vlek hier, leeg. Nog een keer, nou dan gaan we weer. Hey, Mugitu. Mugitu, okay, mag ik daar nog heen? Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Acento. Ardento. Ardento. Palento. Mugitu. Contiki. Ja. Mugitu. Mugitu. En Mugitu. Hoe krijg je dat?
Cheers! Hij is bijna leeg. Hoeveel heb je al? Ik ben er zo. Kom deze groot? Nee, dat gaat niet. Doe met een wijnglas. Wij hebben een trucje, jongen. Truc van de avond. Truc van de avond. Maar dat zag je lelijk uit! Ja, dat doe je al de hele avond. Ja, ik ga het nog een keer doen, joh. Ik ga het ook doen. Ik ga het ook doen. Ja, dat zag er lelijk uit, ik doe het ook. Oh, maar, nee, maar dan moet je met een groothoeklens van dichtbij doen, ja. Dat is mooi. Ik moest de solution vallen. Oh, oké. Okay. Ratsa! Mevrouw, ik ben moe. Mevrouw is niet meer moe. Ik ben naar huis! Ik ben niet meer moe. We gaan naar Oliva! M'n goede Vigiti! Get your motherfucking finger out of my face! Isabel! Als ik hier een kluisbokken regel, is goed. Mugutu Mugiti. Hey, een hele geile Mugutu en een geile Mugiti. Wat gaan we doen dan? Ja, waar gaan we heen? We zijn gaan strippen, kijk nou. Ja, ik zweer! Hoe kan dat nou? Huh? Wat een koude pakken. Zeg serieus. Hey, hashtag gaat fout. Dit is schattig, hè? Het gaat op beeld, hè? Dit is echt schattig. Kijk, dit is nu klaar, hè? Die zijn nu gewoon klaar. Ik ken het niet. Het enige wat ik kan denken is Mugiti. Mugiti, Mugoto. Ja. En Mugatu. Huis. Mugutu. Nee, we gaan even uit. Nou, een hele geile goeiemorgen allemaal. Ik heb 4 uur geslapen. Dat is echt heel lekker. En ik ga nu in een ijsbad. En daarna ga ik sporten. Dus dat is echt top. Dat is echt heerlijk. Dat vind ik zo'n leuke planning. En dat vind ik zo'n top idee. Maar ja, doe ik weer zelf. Dus weet je. Ik ben mezelf zo zat. Maar, positief bekijken. Ik heb geen kater, ik ben alleen moe. En het was wel heel leuk gisteren. Dus dat is het waard. Weet je, dat is het waard. Maar goed, ik wacht even op Coco. En ik ga lekker het ijsbadje in. Ik hoop dat het me goed doet. Ja, en ik wil ook een keer met sauna naar de voren. Dat je echt een dingetje ervan maakt. Hallo allemaal, het is inmiddels middag. Ik heb net even geslapen. Ik ga lekker kipsaté maken met rijst en boontjes en een eitje. Nou, helemaal lekker. Ik heb het boodschapjes gehaald. Ik heb lekker eieren gehaald. Nou, sperziebonen. Dus ik heb een rijsttoetje gehaald. Een rijstje. Ik heb dit zo lang niet gegeten. En ik zag het opeens en ik dacht, lekker zoetje. Nou, grappig. Saté-saus. Ik heb melk. Ik heb sambal oelek. Ik heb frietlijm. Dit is gewoon echt als je een beetje sausvibe wil. Maar wel een beetje laag in de calorieën wil blijven. Volle kwark verstan. Een bosuitje, een komkommertje. En koekoek. Nou, de kip heb ik al lekker gemarineerd staan. Ondanks een kater heb, ben ik wel gewoon housewife. Heel lekker ketchup. Maar er gaat nog even sambal oelek bij. Water even op het vuur zetten.
spergiebonen gaan koken. Wie doet ook nog meer altijd eerst water koken in de waterkoker en dan in de pan? Dan gaat het gewoon sneller. Tenzij je een koeken hebt. Dan heb je gewoon het leven uitgevonden, weet je wel. Ja, dat is heel chill. Oh, lekker. Nou, een beetje sambal erin. Geeft ook weer een lekker smaakje. Man. Ik zag namelijk dit recept voor de kip. Waar zag ik dit? Op TikTok. Oh, zin in. Lekker met een beetje rijst. Oh ja, het rijst kan ik ook aanzetten. Echt 500 pannen tegelijk nodig. Zo irritant. Lekker kippendijenfilet. Heerlijk toch? Echt niet normaal. Zin. Nou, kijk eens jongens. Niet normaal. Lekker. Goedemorgen. Nou, drinken op een dinsdagavond is niet chill. Heel je week ligt er meteen af. Vandaag donderdag, maar het voelt als zondag. Ook was ik gisteren ook wel brak. Ik had net een gesprek met de Rabobank, een belletje, voor advies voor een AOV. Dus stel je wordt arbeidsongeschikt. Want ik werk natuurlijk gewoon nu een soort voor mezelf. Maar er zijn echt teringdure verzekeringen. Maar ja, dat is stel ik zou mijn zicht verliezen of een arm of een been of ik krijg een ziekte waardoor ik moeilijk mijn armen of mijn handen kan bewegen. Weet ik veel, word depressief of een burn-out, whatever. Je kan gewoon niet werken. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren in je leven. Hè? Weet ik ook niet hoe lang ik natuurlijk dit werk ga doen. Ik vind het heel lastig wat ik met dit soort dingen moet doen. Dus het echt duurt. Het is echt iets van €150 per maand. En dan denk ik, ja, hoe groot is de kans? Maar wat als het wel gebeurt? Dan ben je gewoon echt ziekte Sjaak. Heb ik wel echt een hele supportive family om me heen. Die mij altijd zou kunnen opvangen. But still. Ja. I don't know. Ik weet echt niet wat ik ermee doen. Hebben jullie misschien daar ervaring in? Of whatever. Hoe dat een beetje aan toe gaat. Wat slim is om te doen. Nou, ik ga even een koffie zetten. Want ik niet meer. Die man van de Rabobank, oh, vond het zo leuk om mij te spreken. Want hij zegt, ik spreek altijd diezelfde mensen met diezelfde beroepen. Het is echt weer totaal iets anders. Je snapte er echt heel goed. Dat was zo lief. Ja, dus dat was een leuk gesprek. Ik heb me even omgekleed snel. En ik ga nu een lesje Holy Shred sporten. Ik ben echt not ready. Maar we gaan wel. Nou, ik ben nu terug van het sporten. Het was echt wel heel chill. Maar nee, ik wil juist zeggen, ik had er helemaal geen zin in. En toen ik eenmaal bezig was, was het echt super chill. En fucking lekker. Holy Shred. I love Holy Shred. Ik vind het zo'n chill lesje. Ik vind het ook zo leuk. Ik heb er altijd zin in. Het gaat altijd zo snel voorbij. Ik heb een lekker broodje met ui. En een nieuw kwart pomado binnen. Ruiken. Ik hou van pomado, zo chill. Ik krijg gewoon elke maand opgestuurd. Gewoon een nieuwe geur. Kun je zelf uitkiezen. En dan zit je niet aan van die grote flessen vast. En je kan er dus precies een maand mee doen. Oh ja, molecule. Oh. Zo lekker. En ik heb dan dus gewoon nog van die, allemaal van die travel dingetjes waar je het in kan doen. Zo moet ik hem even in doen. Nou, helemaal top. Ik ga lekker aan het werk. Ik ben vandaag een dagje thuis. Vanavond komt Stan weer. En gaan we naar een open dag voor, bij de HVA voor een master voor Stan. Want hij is in juni afgestudeerd. En misschien wil hij een master gaan doen, misschien niet. Weet ik nog niet. Maar hij heeft zich voor een master ingeschreven, dus daar gaan we in ieder geval even kijken. Dus dat is wel leuk. Nou, ik ben vanaf verder even thuis met wat content maken. Lekker douchen, opmaken, omkleden. En dan even aan de slag. Nou, heerlijk dagje.
Er is echt een geweldig pakket binnengekomen. Jullie kennen natuurlijk allemaal wel mijn lieve vriendinnen Anne en Nina. En Anne en Nina die hebben een eigen bedrijf in de rozen, want hun ouders hebben een rozenkwekerij. En nou zijn ze zelf ook begonnen met zijdeboeketten, want rozen zijn best wel seizoensgebonden. En ze hebben mij dus, nou, ze kennen mijn stijl, ze kennen mijn huis. Ze hebben dus een boeketje voor mij opgesteld. Ja, en dat kan je ook bij hun in de showroom doen. Maar kan je ook gewoon dus laten bestellen, bezorgen. Bij mij is het binnengekomen in die doos. Was echt de volgende dag naar huis. En ja, je kan gewoon eigenlijk helemaal bespreken welke kleuren je wil. Voorbeelden sturen. En dan gaan hun zo'n goed mogelijk, ja, passend boeket voor jou maken. En ja, ik vind dit echt niet normaal. Ik vind dit echt insane mooi. Het is zo mijn stijl. En zo... ja, het past zo goed bij mijn huis. Echt, hoe leuk staat dit op de tafel. En dit zijn dus zijdebloemen. Dat zijn dus eigenlijk nepbloemen. Maar ze zijn zo mooi. Ja, dat het gewoon bijna echt lijkt. En ja, deze kan je dus gewoon altijd laten staan. Geweldig voor mij, want altijd heb ik dode bloemen staan. Of staat er niks. Je hoeft er gewoon niet over na te denken. En het ziet er gewoon goed uit. Dus ik vind het echt een uitvinding. En hoe leuk is ook die vaas. Die vaas, ik heb echt heel veel leuke vaas hoor. Maar dit verkopen ze er dus ook bij. Ja, ik vind het echt geweldig. Ik ben er echt heel blij mee. Het staat ook echt helemaal leuk in mijn huis. Echt perfect. Helemaal blij mee. Dus ja, vergeet zeker te heten op Instagram. Fibroses Anne Nina. Dus daar kan je ze opzoeken. Kijk, Fibroses is Anonina. Ja, en ze altijd DM'en kun je natuurlijk. Dus ja, ik ben echt heel erg blij. Dankjewel, lieve meiden. Ik ga trouwens nu even heel snel iets editen. En daarna komt Stan, gaan we even snel wat eten. En daarna gaan we vanavond naar de open dag van de HVA voor zijn master. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik ga even wat werken nu. Daarna ga ik... Pilates doen, want ik heb nog heel veel credits over van PTS of van ClassPass. Dus ik dacht, ik moet even wat lesjes gaan boeken. En ik wil eigenlijk ook mijn abonnement verlagen, want ik heb elke keer fucking veel credits over. Ik heb veel te hoog, hoge credits. Abonnement. Hey, ja? Ga je verlagen? Ja. Naar 30. Ja, want ik heb nu elke keer credits over. Dus dat is zonde. En dan doe je maar een keer lesje minder. Nee, want ik heb elke keer over. Ja, maar ik weet niet of ik dit red al met 30. Vandaag gaat van 60 naar 30, hè? Ja, denk het wel. Ik doe gewoon, wat ik wil is gewoon één keer in een week holy shred. Ja, moet je kijken hoe je dat nodig hebt. Ja, maar er komt nu, volgende week. Nou, ik heb alleen volgende week dan. Dan zit ik twee weken in mijn ouders huis. Dan gaan we een weekendje naar Maastricht. Dan ga ik op vakantie. Ik zal niet aan het schreeuwen, joh. Nee, is niet schreeuwen, hè? Ja, wel, het is niet aan het schreeuwen. Oh. Ik zou gewoon rekenen om 3 keer per week. Als je een dag al een beetje op. Wel 3 keer per maand. Ja. Goed. Ja, maar er komen nu ook allemaal weken aan dat ik er niet ga zijn. Ja, daarom. Ben alleen volgende week eigenlijk in Amsterdam. Dat is zonde. Ja. Dus dan moet ik hem eigenlijk gewoon even uitzetten. Eigenlijk. Nou, dat in ieder geval. Ik ga even een videootje editen. En in de middag ga ik naar de dokter. Want ik heb een aantal moervlekken die mij heel erg irriteren. En die ik eigenlijk weg wil laten halen. Sommige jeuken ook. Dus. En vanavond gaan we gezellig eten bij je oma. Stan. Opa en oma. Oh, stond die volle kwark er nog? Ja. Is dat ook nog magere kwark? Oh, die heb ik niet. Heb je er gisteren niet op? Doe ik de andere helft hierboven. Oh. En daarna ga ik gezellig met je meiden zitten. Nou, helemaal leuk. Nou, wij hebben ons klaargemaakt en we gaan nu naar Stan's oma. Opa en oma. Hier hadden we dus bijna niet moeten zijn. Open. Dat wordt uitgeknipt. Wie was dat? Gewoon even kom hard aanrijden. Ja. Oh. Nou ja, daar hadden we dus net ook bijna een botsing. Wie was dat nou weer? De buurvrouw. Oh. Nou. Bijna avond. Ja. Gaat lekker. Ja, heerlijk. Nou jongens, het gaat echt niet goed. Wij zijn dus vakantie aan het boeken en we komen er niet uit. We komen er gewoon niet uit. We zijn denk ik, hoe laat is het nu? Hoe laat denk je dat het is? 8 uur. 9:30. Niet. Nee, je maakt een grap. 9:30. Je maakt een grap. Wacht even, we gaan even naar het boekgedeelte. Meiden.
Raad hoe laat het is. Het is 9:30. En we hebben niet eens een land uitgekozen. We zijn al sinds 8 uur aan het boeken. We zijn al sinds 8 uur aan het boeken. We zijn niet aan het boeken, dat is geen probleem. Bo, dit is Bo de kans. Zij is van de navigatie en hoe lang het duurt. Wat ben je aan het doen, jongen? En dit is het appartementgedeelte. Wij zijn in Malaga. Nee. Je zit er weer in Kos. Je zit in Kos. Nou, we zijn heel Albanië af. Maar kijk, weet je het probleem is? We gaan over 3 weken weg. Ja. Kijk, ik kan ook jezelf en zien. De afweging is dus Albanië. Zo fucking over. Oh, dat is zo leuk. Albanië. Nee jongens, kost... mag ik even één ding zeggen? Sophie stond gewoon 5 minuten lang. Nee, nah, niet meer boeiend. Het is fucking leuk, maar kijk naar elkaar. De afweging is dus Albanië, Kos, Kreta en... Kos, kijk dit. Kijk, we hebben denk ik iets. Bali. Hier, ja. Kijk, Kos. Dat ja. Zit je dus in het centrum. Ja. Nou, met andere woorden, ja. Kijk, dit gaat echt nog heel lang duren. Kijk dit terras. Van kijk deze kamer. En om heel eerlijk te zijn, ja, dan leg ik hem weg. We hebben ongeveer al 15 Aperol Spritz in ons mik. Wat betekent dat boeken niet meer zo soepel gaat. Maar we doen ons best en we laten jullie het weten als we het weten. Doei! Jongens, daar ben ik weer. Hey, daar ben ik weer. Ik moet even meer vloggen. Ik moet even meer vloggen. Kijk, we nemen jullie even mee in het beslissingsproces. Ja, na 1,5 uur ja, het is geworden, zijn we nog net. Laten we weten als we het weten. We moeten toch een doorgaansgevende ding maken. Oké, okay, welkom ook eens kijken. Dit wordt het namelijk. Nee, dit waar zitten we? Ja. In welk land zitten we? Waar zijn we? Griekenland. We hebben Griekenland gehouden omdat Malaga toch een ja. Ja, en je kon echt alleen maar appartementen van echt fucking duur. Dus hier staat Kos appartement, 9 minuten lopen van het strand. Dat van accommodaties, vind je van airconditioning. Zit dus in de stad, Kolstad, ja. En in de buurt, ja, ik vind dat ja, mooi. Kijk. Nee, leuk! Het strand, hè? Wacht, balkonnetje. Klik ze aan, ik moet het even... Kijk, dat mogen dak terras met 2 stoelen. Klik ze bij boven, ja. Nou, het was gezellig. Uitzicht door. Op een citroenenboom, hè? Jongen, een citroenenboom. Ja. Niet fokken met ons uitzicht. Ja, dat is mooi. Oh, gezellig. Mag ik die camera alleen? Nou, hier kunnen we lekker eten. Kijk, staat zo'n fruit. Fruit. Nou, okay, niet normaal. Hier, jongens, de locatie is perfect voor ons. We waren in het midden van Koststad en konden gebruikbaar van goed andere blablabla. De keuken ideaal voor de locatie. Wie is dit groot? Van mij. De locatie is centrum, Koststad, rustomgeving, makkelijk te bereiken. Al van 350. Ja. Midden aan 10 minuten met veerboot. Veerboot naar? Ja, appartement goed gelegen in de buurt van stadcentrum, winkels, rustige omgeving, appartement. En waar ligt het in Koststad? In Kos. Nou, ik hoor niet bij de gekke uitgegeven, dus goed. Ik hoor niet maar van Kos is ook niet zo heel crazy. Jawel. Waar is Marie? Kos is gekkigheid. Ja. Waar is Marie? In de 20. Die heb ik niet op de hoogte. Waar is Marie? Een beetje paasig. Ja. Ja. Jongens, zullen we deze gaan boeken? Dat zie je altijd. Zijn mensen no. Nee, kijk, dit zit ook echt op. Nee, ik wil nog niet boeken. Nee, ik vind het ook niet boeken. Hoezo, wat willen jullie dan? Nee, maar vandaag moeten we gaan boeken. Ja, maar als dit in Kreta gelegen hadden we gedaan. Ja. Nee, en wat moet dat dan? Kos is toch hartstikke leuk. Maar ik vind het nu een beetje overhaalse beslissing. Maar Kos, maar, we zijn er nu klaar mee. Kos is hartstikke leuk. Ja, maar ik heb dit nog niet gezien in al die andere plekken hoor. Is Kos dat echt leuk dan? Ja. Maar wat kost dit grapje? Kos. 12. Wat kost het? Ja, echt geen saus. 12. Ja, dat vind ik een prima boek maar. Maar jongens, en hoe duur is die vlucht? Als wij dit waren tegengekomen in de kleding, hadden we geboekt. Nee, dat is helemaal niet waar, want dit zijn honderd is een fucking leuk. Nee. Dit staat aan het strand, dit strand heb je niet. Kunnen we niet naar dat Kreta, ja, naar dat Sunny Beach? Kunnen we naar Blue Beach? Laat boven onderzoeken. Ga naar Blue Beach, of naar... Hoe heet het ook weer? Laat boven even onderzoeken. Ik wil gewoon. Is gewoon een heel leuk eiland. Ik wil gewoon zeker weten wie heeft mijn Sweet Home en die andere weggeklikt. Sweet Home Alabama. Staat in de WhatsApp-chat. Ik wil hier niet heen. Er staan ongeveer 700 links. Ja. Maar, oh, dit is zo niet leuk. Mensen, ik zeg in de reacties waarmee je moet. Ja, dan zijn we er al. Ja, letterlijk. Ja, dit win nee, ik! Nee, dit is wat aan. Klik die eens aan. Hebben we al gekeken bij het ene uit? Als het maar gewoon een leuke locatie is. Ik heb een mooie in haar vastie. Welke dan? Hoeveel kost die dan? 1000. Maar Arkassie zelf was niet zo leuk. Arkassie had geen leuk strand.
Want? Dit gaat nog niet op. Jongens, we hebben geboekt! Laat even zien, Nien. Ja. We gaan dus naar Kreta. En dan gaan we naar Red Minon of zo, weet ik veel. En we het begint dus bij ons dakterras. Dakterras. Kijk, een beetje. Mooie zonsondergang. Maar weet je dat in Griekenland elke dag de zonsondergang is om 7? Weet je dat toch? Dat is best wel vroeg. Ja. Oké, we komen in de eerste kamer. We maken het donker. Ja. We komen in de eerste kamer. Ja. Zeg maar na het dakterras ook. Ja. Ja, dat is heel raar. Super chill, fucking ruim. Oké. Dan komen we in de tweede slaapkamer. Er zit ook een balkonnetje bij. Ja, ik heb hem. Ik kan die andere ook boeken. Oké, dan gaan we nu de vloer. Nou, hier zie je het balkonnetje. Prima. Maar we hebben ook heel dakterras, leuk barretje, keuken. Tossieapparaat. Ja, die hebben we nodig. Lekker badkamertje. Tossieapparaat. Ja, dat was hem weer. Hey. Nou, oké, we gaan nu de vlucht boeken. Maar hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Ik hoorde jou echt wel heel zo. We hebben geboekt. Het is inmiddels 11 uur. We zijn begonnen 8 uur. We zijn een paar uur verder. But we did it. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag Saturday. Echt best wel mooi weer volgens mij. En ik wilde eigenlijk even hardlopen, maar ik heb dus echt heel erg pijn aan mijn voet. Maar ik denk dat ik het wel gewoon ga proberen. Gewoon 3 kilometer of zo. Nou, ik kijk wel even wat lukt. Maar ik wil niet dat het erger wordt, maar ik zie heel dat sporten, dus het wordt alleen maar erger. En ik ben echt zo wit. Oh mijn god, ik moet echt even wat doen daaraan. Ik heb vanochtend even lekker gewerkt. En net mijn haar gekruld. Alleen mijn haar is echt eigenlijk echt gewassen worden. Dus de krul zit niet mooi. Maar ja. Ik wil me nu even zo aan het opmaken. Want ik ga zo meteen een sushi mukbang filmen met Anne en Nina. Fucking leuk. Even update. We gaan dus naar Griekenland. Fucking leuk. Echt niet normaal. Het heeft echt uren geduurd voordat we er over uit waren waar we heen moesten. Maar het was gewoon heel kut. Want of er waren alleen maar leuke dingen en dan was het heel duur. Of het was gewoon echt heel kut. Helemaal ergens in de achterbuurt. Zo, helemaal buiten adem van 1 trap. Doe even normaal, man. Maar we made it. We hebben nu echt een fucking leuk verblijf. En volgens mij ook echt wel een hele leuke plek. Nou, ik ga dus nu me lekker opmaken. Gaan we zo meteen sushi mukbang filmen. Dat is ook weer echt een hele tijd geleden. Lekker met de girls. Sophie, die komt er ook bij. Maar die komt gewoon gezellig bij zitten. Ik moet zo meteen die sushi ophalen. Want hier kan je zeg maar niet sushi bestellen in de middag. Welkom to the boerenleven. Ik heb helemaal niks voor mijn wenkbrauwen mee. Oh, wat kut. Dat kan me of zo. Dat is echt heel naar. Ik heb echt de helft van mijn make-up niet mee. Maar morgen hebben we echt iets heel leuks op de planning. Morgen gaan we namelijk naar Lentekabinet. Dat is bij in Amsterdam. Boven Amsterdam ligt het. Bij Twiska volgens mij. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Echt heel veel. Dus super leuk. Deze blush is zo heftig. Dat je hem echt eerst op je hand moet doen. En dan op je gezicht. Want anders, ja, hier kijk, dat gebeurt dit dus. Ga je dus van die vlekken krijgen. Maar hij is wel heel mooi. En dus heel gepigmenteerd. Dat is wel heel chill. Deze blush van Elf. Dat is ook echt maar een paar euro, volgens mij. En dan heb je het lekker zo gepigmenteerde blush. Nu te veel blush? Nou, nooit te veel blush, toch? Echt, ik weet dat ik niet meer goede kwast mee heb. Lekker highlightertje erop. Ja, dat gaat allemaal gewoon door. Maar morgen gaan we dus naar Lentekabinet. Fucking leuk. Lekker festivaletje. Dus vandaag gaan we even iets rustiger aandoen, weet je wel.
Goedemorgen allemaal, het is zondag. Gisteren was echt super gezellig met meiden. Ik had een mukbang gefilmd, maar zo kun je het wel. Een SD-kaartje was ik dus vergeten, dus ik moest altijd in dit SD-kaartje waarmee ik ging vloggen in mijn grote camera doen. Dus ik kon altijd niet vloggen, want deze camera had ik weer thuis neergelegd. Nou, fucking dom allemaal. We gaan zo meteen lekker boodschappen halen, gaan we lekker ontbijten met elkaar. Want we gaan vandaag naar een festival, naar Lentekabinet. Dus ja, ik weet nog niet helemaal mijn outfit, maar dat ga ik jullie of course in meenemen. Gisteren was het lekker een rustig zaterdagavondje. We waren gewoon met de meiden. Bij Sofie even een wijntje doen, spelletjes doen, lekker kletsen zoals we echt altijd doen. Ik heb dus nu dit aan. Maar ik ga sowieso niet deze top aan doen. Maar ik heb dan deze broek. Met allemaal bloemetjes erop. Maar die is heel low waist. Maar ik heb zo dan zo'n gatentopje erop. Dit en dan een BH eronder. Witte BH. Dus dat is wel leuk op zich. Maar ik weet het nog niet, want Anne heeft ook allemaal leuke kleding. En we gaan nu klaarmaken met Anna. Dan heb ik ook nog deze jas erbij. Voor als het wat kouder wordt vanavond. Want in de avond kan het heel erg afkoelen. Ik moet echt alles doen hoor. Mijn haar wil ik denk ik krullen. Net lekker gewassen. Make-up moet ik echt nog doen, maar goed. Ik word zo opgehaald. Hey! Goeie. Oh, goeie. Goeie weer. Boeien. Zo klein! Oh, ga niet open. Lang time no see, bitch. Is dat een pimpelpatch? Maar hij moet ook nog naar de Jumbo, hè? Ja. Oké, ik heb deze outfit aan. Het is een shirt van EKT van Anna. Met deze laarzen. En deze bril zo. Dus ik ben ready to go. Maar dus net is heel erg gebeurd. Want Nina liep met haar oogpotlood tegen het shirt aan. Maar ja, we doen het er maar mee, weet je. Joejoe. Hey, we zijn gearriveerd. Hey, joe. We zijn fucking mooi man.